Waarschijnlijk bent u ook een van de vele Nederlanders die regelmatig een bezoekje brengt aan het bos. Maar heeft u deze bewoner al eens gezien? Zijn naam is Knoebus en hij woont al jaren in Sparrenrijk. Knoebus leidde hier tot voor kort een vrij rustig leventje. Hij zorgt er steeds voor dat het bos netjes en opgeruimd blijft en houdt altijd een oogje in het zeil. De laatste tijd wordt het echter steeds drukker in het bos, waardoor het voor Knoebus niet meevalt om onopgemerkt te blijven. Tot op heden hebben echter, mede dankzij zijn uiterst effectieve camouflage technieken, nog maar weinig mensen een glimp opgevangen van deze bijzondere bosbewoner. Ook vandaag is het een drukte van belang in het bos. Knoebus is benieuwd naar de oorzaak van deze extra boswandelingen en hij legt daarom zijn oren te luisteren. Er is eigenlijk echt helemaal niks te doen hier, hè? Nee, echt niet. Alleen één keer per maand is in het bunker, maar verder helemaal niks. Twee keer per maand. Ja, oké. Okay. Toch is weinig. Ja, ik vind het ook. Ja, te weinig. Zijn we komen zien, hè? Ja. Bos, niks. Maar kijken dat er daar ginder nog iets te doen is. Ja, want ja, hier is niks. Misschien dat daar niet. In ieder geval niet. Nee. In heel deze omgeving niet. Echt niet, nee. Nee. Waar niet, bokken niet. Wat saai. Het is allemaal... Oh, zou het echt zo erg zijn als deze meute denkt? Zou er echt zo ontzettend weinig te beleven zijn hier in de omgeving? Knoebus besluit zelf op onderzoek uit te gaan. Aangekomen in het centrum van S werpt Knoebus eerst een blik op de plattegrond. Eens kijken waar wat spanning en sensatie te vinden is in het dorp. Hey, er zou een disco hier moeten zijn in de straat. Daar ga ik als eerste kijken. Aha. Hier zou het moeten zijn. De deur zit op slot. Maar er staat toch duidelijk dat er hier een discotheek zou moeten zijn. Het zou wel aan mij liggen. Op naar de volgende. Even later komt onze vriend Knoebus aan bij het eerste trefpunt. Dit levert een dichte deur op. Erg jammer, maar misschien dat hij bij de buurman meer geluk heeft. Helaas, ook de deur van het praathuis is op slot. Volgens de meute is de Pumpke nog de enige kroeg in de omgeving waar iets te beleven valt. Knoebus vestigt dus al zijn hoop op de laatst overgebleven kroeg in S. Pannenkoeken? Hoezo?
Waar zijn de zwaantjes dan gebleven met hun lachende waard? Tja, wat kan er nog meer te beleven zijn hier in het dorp? Zou de meute dan toch gelijk hebben? Er moet iets gebeuren, want als het zo doorgaat, wordt het veel te druk in zijn eigen bos. Zou het Knoepers lukken om nog een oplossing te verzinnen? Zou hij misschien zelf iets kunnen organiseren om wat meer actie in het dorp te krijgen? Kijk volgende week weer naar Van Knoepers tot Knoebelier en zie hoe dit verder gaat. Fris en enthousiast wordt u ontvangen in de winkel van de vakman Schoonus te S. Als echte handige doe-het-zelver kunt u daar terecht voor al uw kleine en grote zaken in hun grote assortiment. Dit alles voor aantrekkelijk en zeer concurrerende prijzen en natuurlijk de beste kwaliteit. Het advies wat de vakman u geeft is natuurlijk geheel gratis. Voor reparaties en onderhoud van uw land-, tuin- en bosbouwmachines kunt u terecht in uw werkplaats, waar u vriendelijk wordt geholpen door de beste vakmensen uit de regio. Als u in de buurt bent, loop dan eens binnen in onze dorpswinkel en neem een kijkje in onze mooie, nette werkplaats. Graag tot ziens bij de familie Schoonus achter de kerk. Na maandenlang verbouwen is Van der Zanden BV weer een fris en modern kantoor waar u terecht kunt voor alle administratieve en belastingtechnische zaken. Met behulp van internet en e-mail wordt u goed en snel op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. In een trendy omgeving met de steun van de allermodernste technieken helpen zij graag met al uw administratieve en zakelijke bezigheden. Natuurlijk kunt u er ook terecht voor al uw geld- en bankzaken, want de Regiobank is met al deze moderne aanpassingen meegegaan. Bellen of mailen kan altijd. Maar bent u in de gelegenheid, loop dan eens binnen en kom kijken in het nieuwe, moderne kantoor van Van der Zanden. Ruim 200 Nederlands beste rijwiel speciaalzaken. Dus ook bij u in de buurt. Profiel, de fietsspecialist. Dus loop naar binnen en fiets naar buiten bij Profiel Jacques Leijten. De fietsspecialist. Molenstraat 5 in Bokstel. Profiel, de fietsspecialist. Iedere kern van Haren heeft de warmste bakker. Echter de kleinste kern heeft de grootste bakker. Bakkerij Geerts uit Den Biezenmortel levert in de gehele regio brood en gebak van hoge kwaliteit, zowel aan particulieren als bedrijven. Met allerlei soorten brood en de diverse afbakproducten kunt u kennis maken, vandaar levert Bakkerij Geerts elke dag vers. Bakkerij Geerts is ook bekend van zijn lekkere taarten met of zonder opdruk. Wilt u meer weten? Bel even met 013 5 3x1 458.
Loes e-mail service. Uw bericht bij Loes op tv. Stuur uw bericht naar loes@sweb.nl of surf naar www.sweb.nl. Heeft u geen internet? Stuur dan een briefje naar de Hulsberg 32 in S. Beste kijkers, hier zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Steunzender van de Maand. Op deze keer, op deze stralend mooie dag in de maart, heb ik een heel mooi bouquet bloemen en een heerlijke taart van bakkerij Geerts uit Biezenmortel. Zoals jullie weten, iedere maand een bos bloemen en een heerlijke taart voor de Steunzender. Ook deze keer gaan we iemand heerlijk blij maken, denk ik, met een mooi bouquet bloemen van Marimba. En volgende maand is het de paasmaand. En wat dan allemaal gaat gebeuren, hoort u zo. Wat gaan we dan de volgende maand doen? De maand april. De maand van Pasen. Ook dan gaan we weer een heel mooi pakket bloemen weggeven. Maar dan gaan we ook weer samenwerken met Dick van bakkerij Geerts in Biezenmortel een paasbrunch organiseren. Ja, dus zoals ik al zei, de volgende maand geen taart, maar heel even iets anders. Want Dick die vond het toch leuk om met Pasen iets anders te doen. Paasbrunch voor een aantal personen. En de paasbrunch die ga ik zelf mee klaarmaken in de bakkerij bij bakkerij Geerts. Dus ik ben benieuwd wat dat moet gaan worden. Maar dan zie ik heel graag de volgende maand sowieso met de bloemen. En dus paasbrunch voor iemand. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, Bert. Jij ook niet? Maar dat is volgende maand. We gaan nu eerst even terug naar deze maand. Je ziet het al, een mooi bekend bloemen van Marimba. En ook een heerlijke taart deze maand. En die gaat deze keer naar de Dorpsstraat. Er woont iemand die sinds kort bestuurslid is geworden van Loes. En het leek ons leuk om daar de bloemen naartoe te brengen. En waar dan de taart naartoe gaat, ja, dat moeten we nog even afwachten. We zullen eens even kijken of er iemand thuis is. Het is super mooi weer, dus ik denk dat ze wel buiten zullen zitten. Gaan we mee. Nou, hier zijn we dan. Aangekomen in de Dorpsstraat. Waar dus de bloemen naartoe gaan. En we staan hier bij nummer 38 bij Jan en Ria Vergerven.
En we zullen eens even kijken of er iemand thuis is. Kom maar mee. Ook zij steunen Loes dus door iedere maand bijdrage te geven. En ook zij dus, zijn deze maand uitgesloten voor de bloemen. Dus als u misschien in aanmerking wil komen voor mooi pakket bloemen, dan bel ons even, zou ik zeggen. 601879. En daar zijn we dan. Goedemiddag. Zo, goedemiddag. Hallo. Hallo. Dag Jan. Kijk eens aan. Alsjeblieft. En Mia. Een bloemetje van Loes. Jullie zijn steeds in er van Loes van deze maand. Kijk eens aan, dat is de eerste keer. Dat ja. Ik hier meemaken. Prachtig zeg. Alsjeblieft, ja, want ik heb ook gehoord dat we dat liggen. Wat heeft u er toegezet om dat te gaan doen? Wat heeft u er toegezet om dat te gaan doen? Nou, ten eerste dat ik een warm hart gedragen, ook meegemaakt heb hoe het destijds in feite ontstaan is. Ja. Dus ik was eigenlijk ook wel een beetje verheugd als ik dan vraag. En zodoende, dus we zullen proberen om daar ook iets moois van te maken. Ja. Nou, ja. Daar doen we ons best voor, hè? Ja. Toch? Jazeker, zonder meer. Nou, de bloemen die zijn van jullie. Dankjewel. En dan heb ik nog een heerlijke taart van bakkerij Geert in Biezenmortel. Dat denk ik, die kon er niet op, want die was te hoog. Aha. Maar ja, die mogen jullie niemand weggeven. Oh, okay. Hebben jullie erover nagedacht? Nou, ik heb wel over nagedacht. Ik weet ook wel iemand, die, of tenminste iemand, dat een echtpaar zelfs. Mijn schoonouders. De schoonouders. Daar gaat hij naartoe. Daar gaat hij naartoe. En ja, er is ook wel een reden voor, denk ik. Er zijn diverse redenen om dat natuurlijk aan te geven. Ja. Nou ja, de schoonouders heb je niet voor het kiezen. Werkelijk. Die krijg je erbij. Maar als ik had mogen kiezen, dan zouden het toch wel deze twee zijn, denk ik. Nou, dus... Ja, dat is die heel gastvrij. En ook heel bescheiden zijn. Je altijd. En iedereen, denk ik, ook het raad inderdaad terzijde staan. Ja. Dus wat dat betreft vind ik dat ze dat zeer zeker verdiend hebben. Helemaal heel erg minder. Dat denk ik ook. Het zijn er wel liefhebbers van de. Zou het thuis zijn? Dan kun je best meteen gaan weer wegbrengen als jullie mee willen gaan. Oh, ja, dan mogen jullie zelf aangaan bieden. Oh, ja, ook dat nog. Ja? Nou, dan even doen jullie buiten en dan doen jullie zo, dat is goed. Ja. Dan gaat de soldaat toe, naar de schoonouders. We zullen eens even kijken of er iemand thuis is, want dat weten we natuurlijk nooit. Wel weer, denk ik, een hele goede bestemming voor de taart deze keer. Nou, hier zijn we dan op de Willy Brodersweg bij Marinus en Betsy Bergman. En daar gaat de taart van bakkerij Geerts naartoe. We zullen even kijken of er iemand thuis is. Goed. Want dat weten we nooit zeker natuurlijk, hè? Nee. Nummer 33. Ja. De auto is thuis, dus waarschijnlijk zijn ze er als steenzender van Loes van deze maand. Oh. En ik weet niet of je ooit naar het programma kijkt. Altijd. Ja. Nou, dan weten we ook dat er een heerlijke taart bij hoort. Ja. Nou. En die hebben zij in haar handen. En die gaan ze even vertellen waarom we hier zijn. Ik zal een beetje lager houden dan. Daarom hadden jullie zo'n haast. Daarom hadden we. Ja. Mooi. Nou zeg. Een taart. En die mogen wij aanbieden. En we hebben er niet zo lang over na hoeven te denken. Nee, toch. Ik vond althans dat mijn schoonouders die echt wel verdiend hebben. Oh, dat vind ik toch leuk. En dat betekent feitelijk, schoonouders, ik heb het al een keertje gezegd, schoonouders die heb je niet voor kiezen. Nee. Die krijgen erbij. Maar als ik ze had mogen kiezen, had ik zelf de schoonouders gekozen. Oh, vandaar. Nou. En in ieder geval de gastvrijheid, de bescheidenheid denk ik, die daarbij toch wel boekdelen spreekt en die je ook wel zal herkennen. En tegelijkertijd ook zowel. Betsy als ook Marinus, schoonvader, schoonmoeder en schoonvader. In ieder geval, altijd staan je iedereen met raad en daad bij. En daar mag wel een presentje voor komen. Voor hem is een ontroerd van. Taart van Geerts, dus een hele mooie. Nou, ziet er heerlijk uit. Hij heeft al een beetje last van de warmte. Een kop koffie meedrinken en een stukje ervan hebben. Nou, dat is wel lekker. Dat is wel, hè? Nou, dan gaan jullie vast naar binnen. Dan doen we even afsluiten. Oké. Okay. Ja? Prima. Kom maar zo, hè? Ik bied hem bij deze aan. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, hè? Graag gedaan. Jij hebt er nu te danken, hè? Ja, bedankt. Toch? Oké. Okay. Kom zo, hè? Jo.
Nou, dit was dan weer een aflevering van de Steunzender van de Maand. En u weet het, ook zeker de volgende maand kijken naar de Steunzender van de Maand. Want dan gaan we een bouquet bloemen weggeven. En zoals ik net verteld heb, een heerlijke paasbrunch. In samenwerking met Dick van Bakkerij Geerts. Dus vergeet niet te kijken. Ik wens je nog een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens. Garagebedrijf Erik Pijnenburg uit Best bestaat uit verschillende onderdelen die zorg dragen voor u en uw auto. Voor onderhoud, reparatie of APK-keuring kunt u terecht bij Garagebedrijf Erik Pijnenburg. Indien u handig bent en op zoek naar goedkope auto-onderdelen, kunt u terecht bij CarPass Best. Wilt u een bus of auto huren? Informeer dan bij Garage Erik Pijnenburg of bij CarPass Best, want die zorgen goed voor u en uw auto. Kurtjens BV draagt met de door hun zelf ontwikkelde waterreinigingsmachines en grondwasinstallaties een flink steentje bij aan het behoud en de bescherming van onze mooie en waardevolle natuur. Dit van oorsprong Essen bedrijf, met al hun enthousiaste medewerkers, zorgt ervoor dat ons vuile water weer helder wordt en het verontreinigde zand weer de echte zandkleur krijgt. Kurtjens BV uit Hedel staat voor kwaliteit en garantie. We'll be right back.
bedrijf van de Langeberg van Kuringen is niet alleen het adres voor een ruim assortiment aan prima occasions. Ook voor uw APK-keuring en onderhoud of schadeherstellingen kunt u bij ons terecht. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Naast BOVAG-garantie zijn onze occasions voorzien van de Nationale Autopas. Ook u bent welkom in onze showroom aan de Krommakker in S. Autobedrijf van de Langeberg van Kuringen. Wij zorgen ervoor dat u met plezier blijft rijden. Terwijl onze papa's en mama's genieten van de heerlijke kaart, kunnen wij ons goed vermaken in het pannenkoekenbos in S. Daar kunnen we kiezen uit overheerlijke pannenkoeken en daarna een lekker toetje in een bosachtige omgeving midden in het dorp. Als kleine gasten krijgen we een speciale aandacht. Er is een mooie grote speelboom en buiten op het terras klimrekken en schommels. Oh ja, wij als kleine gasten krijgen natuurlijk ook een leuke verrassing. Als je op zoek bent naar een plaats voor het vieren van je verjaardag, doopfeest, communie, vraag dan eens bij het pannenkoekenbos, want daar kan bijna alles. Overtuig je papa of mama en laat ze bellen of e-mailen. Maar binnenlopen kan natuurlijk altijd. Goedenavond, kijkers van Loes. U ziet dat na de laatste filmbeelden die we van het tennispaviljoen uitgezonden hebben, de omvang van het gebouw drastisch is veranderd. We zijn ook weer bijna 2 maanden verder. En in die 2 maanden is er ontzettend veel gebeurd. Zowel door Hoogheuvel, de bouwonderneming, de installateur, als zijnde de zelfwerkzaamheid van de Ochelvorsten. En de Ochelvorsten in de vorm van de deelnemers van Dochelen die elke week, elke dag aanwezig waren om toch het paviljoen zo snel mogelijk gereed te krijgen. U kijkt nu vanaf de tennisbaan 1 richting het paviljoen. En u kijkt eigenlijk zo meteen de kantine in die dus van de buitenkant met een glazen pui en een glazen schuifpui is voorzien. En van binnen zover is dat aanstaande maandag de tweede, laatste helft van februari voorzien wordt van tegels en nu de vloerverwarming alleen zichtbaar is. Vervolgens lopen we hier de vergaderzaal in. Een vergaderzaal met een mooie lichtkoepel daarboven. En in de hoek zie je de meterkast, waar zo meteen een kast komt voor de meterkastgedeelte, maar ook een kast komt voor een pc-sturing, opslagruimte voor archief enzovoort. U ziet dat de bedrading enzovoort nog een puinhoop is. Maar als we weer 14 dagen verder zijn, zijn al die bedradingen netjes geordend. De volgende ruimte die we binnenlopen is de entree richting keuken. In de keuken komt in de eerste helft van maart een nieuwe roestvoorzalen keuken. Vervolgens kunt u in de koelcel kijken waar we de wanden aan het plaatsen zijn. Dat worden paneelwanden om de isolatiewaarde van die ruimte optimaal te krijgen, waardoor dat energie die verbruikt wordt te minimaliseren. En tenslotte in deze hoek lopen we nog de bijkeuken in waar de centrale verwarming komt met de boiler voor de douche en voor het warm water in de keuken. Gaan we via het winterportaal, waar u ziet dat de tegels al gelegd zijn. En waar we in de wintermaanden zowel de senioren maar ook de mensen zichzelf af kunnen hangen wat betreft de bedjes. Om te weten welke deelnemers op welke baan aan het tennissen zijn. In de toiletruimtes, dames en heren toiletruimtes. Met voldoende sanitaire ruimtes die noodzakelijk zijn voor het aantal deelnemers die de vereniging ter beschikking heeft. En tenslotte, als laatste zijn de doucheruimtes. Die in elk 3 doucheruimtes aanwezig zijn met betegelde, blauwe betegelde wanden en witte betegelde wanden in de kleedruimtes. De werkzaamheden die zaterdag en door de week uitgevoerd werden zaterdags vooral nog een keertje opgeluisterd door de dames die rond het middaguur maaltijden verzorgen. En je ziet dus dat met zelfwerkzaamheid en met vrijwilligers een gigantische klus geklaard kan worden in een toch vrij beperkt tijdbestek.
Dus je kunt zien dat het niet allemaal om het geld hoeft te draaien, maar ook gewoon met het enthousiasme van diverse leden van een vereniging kun je toch een gigantisch paviljoen in een vrij kort tijdbestek netjes overeind zetten. Het zal weinig voorgekomen zijn dat jij officieel toegesproken bent bij je verjaardag, denk ik. Maar dit keer zal het toch gebeuren. Ik merkte een beetje aan je reactie dat je verbaasd was over ineens zoveel bezoek tegelijkertijd. Maar dat bezoek heeft, zoals je nu misschien wel een beetje zult gaan vermoeden, toch een bepaalde reden. Het is namelijk ongeveer een jaar geleden nu dat jij afscheid hebt genomen van het parochiebestuur, nadat je voor die tijd 8 lange jaren heel erg je ingezet hebt als vicevoorzitter van het parochiebestuur, misschien in het begin nog als bestuurslid, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat allemaal was, maar in elk geval, ik heb jou altijd meegemaakt als vicevoorzitter van het parochiebestuur. En, maar je bent al veel langer dan ik in S, ben jij in S actief op alle mogelijke manieren. En zeer zeker ook voor de Sint-Willy-Bordes-parochie. Iedereen die in het parochiebestuur of de parochievergadering zit of gezeten heeft, die kan daar volop ook getuigenis over afleggen. Want denk alleen maar bijvoorbeeld aan het agendapunt mededeling in het verleden. Dan pakte Marinus altijd een zeer uitvoerige lijst, pakte die. En daar vermeldde hij dan, nou toch maar een klein deel van de activiteiten van de afgelopen maand. En het viel mij altijd op, dat het altijd enorm veel was. Wat jij allemaal zo tussendoor allemaal regelde voor de parochie en ook op een uitstekende manier regelde. En B, viel het mij altijd op dat er altijd heel gemakkelijk op alle mogelijke manieren een beroep op jou werd gedaan. En dat jij altijd bent opgetreden, ook als echt een vertrouwenspersoon namens de parochie. Het waren toch vaak helemaal geen gemakkelijke kwesties die je moest oplossen. Je hebt dat altijd gedaan, je hebt het ook met hart en ziel gedaan. En wij vinden eigenlijk dat je heel erg succesvol bent opgetreden altijd als voorzitter van het parochiebestuur. Verder speelden er ook allerlei andere zaken nog een rol. Zaken die ook niet eenvoudig waren, met name ook tegenstellingen van kerkpolitieke aard die wel eens een rol speelden en zo. En daar heb je toch altijd op een hele tactische manier een oplossing voor proberen te vinden. Er waren ook best periodes bij, dat kunnen we denk ik ook heel eerlijk zeggen, die helemaal niet makkelijk waren. Integendeel zelfs zeer moeilijk voor jou op alle mogelijke manieren. Maar wat ik in jou prijs, dat is dat je ondanks dat, en dat doen wij uiteraard allemaal, dat je ondanks dat alles toch altijd heel erg trouw op je post bent gebleven. En dat je altijd toch steeds doorgegaan bent, indachtig het woord uit de evangelie, hè, wie de hand aan de ploeg slaat, ziet niet om. Je bent altijd heel ijverig en heel druk bezig geweest om hier dus de kerk in S door middel van het parochiebestuur zo goed mogelijk ook te besturen. Het grote sluitstuk eigenlijk van jouw periode als
kerkmeester, zal ik maar zeggen dan. Dat was de inrichting van de Mariakapel. Daar heb je ook nog enorm veel voor ingespannen om van die oude en vervallen ruimte onder de toren een keurige Mariakapel te maken. Je bent er ook op alle mogelijke manieren mee bezig geweest om daar fondsen voor te verwerven. En ja, we hebben op het moment een prachtige Maria-ruimte onder de toren, ja, waar we als S-parochie heel erg trots op mogen zijn. Te meer ook omdat in heel veel parochies altijd de deur dicht is. En in S, daar kunnen mensen altijd overdag terecht in die Maria-kapel om daar te bidden. En met hun zorgen en vragen en hun blijdschap en hun verdriet toch altijd terecht te kunnen bij Maria. Er zijn ook allerlei andere activiteiten die door jou ondernomen zijn. En ik wil daarvan eigenlijk vooral ook noemen de werkgroep Avondwaken. Die heb je, geloof ik, als ik het wel heb, in S ook mee opgezet. Maar je had al een hoop ervaring daarin, omdat je daar in Vught-Zuid van tevoren ook je heel erg voor ingezet hebt. En aan jouw periode als zeer betrokken en actieve parochiaan in S is dus ook heel uitdrukkelijk nog een lange periode vooraf gegaan waarin je je ook ingezet hebt, ook ondanks je drukke werkzaamheden toen door middel van je werk, voor de parochie Vught-Zuid. Ik ben eigenlijk een beetje, ik sta er eigenlijk een beetje krap in heel die tijd die jij je ingezet hebt. Iemand die daar veel uitvoeriger van op de hoogte is, dat is pastoor Smulders. En die had dat graag ook allemaal nog wat uitvoeriger uit de doeken gedaan. En hij heeft beloofd dat hij dat strakjes ook zal komen doen. Maar hij kon op dit tijdstip nog niet aanwezig zijn, omdat hij de mis moest doen in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Zoals hij dat zelf altijd zo plechtig zegt. Maar hij zal straks nog wel het zijne aan dit verhaal verder toevoegen. Ik wou het niet te lang maken, Ines. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maar verder vinden we dat we jou toch ook met iets heel anders mogen feliciteren. Met heel jouw betrokkenheid en je enorme inzet voor de parochie hier in S. En in de tijd daarvoor, zoals ik al zei, voor Vught-Zuid. En op grond daarvan mogen we vanavond zeggen dat het zijne heiligheid paus Johannes Paulus II behaagd heeft om jou te onderscheiden met de eremedaille Pro Ecclesia et Pontificie. En ik speld hem altijd scheef op, zeggen de mensen. Daarom wil ik Kobi vragen of ze nu deze onderscheiding bij jou op wil spellen. Oh. Aan welke kant moet je zitten? Aan die kant. Ja, zo aan die kant. Sorry? Ja, dat is de goede kant. Goede kant. Op het hart. Ja, op het hart. Ja. Dank u wel. Ik hoop het zo een klein beetje dank goed wel te maken. Ik ken het wel. Ik heb het al een keer. Ines, Peter. Dank u wel. Dank u wel. Er hoort natuurlijk ook nog eens bij die officiat. Dank u wel. Zullen we nog even een bijbel horen? Er hoort namelijk iets bij, want ja, iedereen kan wel zeggen dat hij van hem is. Hier staat het dan ook officieel. Kijk, op. Even, maar eens kijken. Ja. Zo. Ja, ik ben natuurlijk aangenaam verrast eigenlijk. Ik heb op zo'n verjaardag heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt eigenlijk. Het is heel apart. Het is getuigd toch van jullie. Ik ben er eigenlijk, moet ik zeggen, heel blij mee. Het getuigd van jullie dat jullie mijn werk gewaardeerd hebben. En dat vind ik, dat is natuurlijk toch, streelt de mensen een beetje, hè, dat jullie het werk gewaardeerd hebben wat ik heb mogen en kunnen doen. Ik heb het altijd mogen en kunnen doen, omdat Scobie, die stond er altijd helemaal achter. Dus ik heb daar al mijn tijd in mogen spenderen, omdat Scobie er altijd achter stond. En dat stimuleert natuurlijk ook. Ik heb nogal eens een keer
bij allerlei gelegenheden in de kerk het woord mogen voeren. Maar dan had ik me een beetje voorbereid. En nu is het toch een beetje moeilijker om dat te doen allemaal. Maar dit is, ja, ik vind het geweldig. Ik zal hem bij een gelegenheid, als het voorkomt, zal ik hem met trots en eer zal ik hem dragen. Ik vind het fijn. Ik kan nu zeggen, allemaal, ik weet niet naar wie ik moet kijken, maar het bestuur, de kerk van Es, de parochie van Es, bedankt. En ja, ik zeg al, laatst was ik bezig voor de parochie om de kerkbalans overal weer rond te brengen en zo. En zo zullen er nog wel eens meer van die dingen komen, dat ik toch op de achtergrond, toch links en rechts kan meedoen. Allemaal heel erg bedankt. Ook allemaal de familie en alle kennissen. Bedankt dat jullie allemaal aanwezig waren. Parochiebestuur, bijzonder. Ik weet niet van wie ik eigenlijk moet aankijken. Waar het eigenlijk precies vandaan komt. En ik denk een beetje, en ik hoop het allemaal. Dat was het voor allebei. Ik was natuurlijk geweldig overweldigd. Er komen ineens twee pastoors binnen. Met twee dekens komen er binnen. De deken van Bokstel, de dekenschrijver van het Gilde. Twee dekens zijn er binnen. Ben je nou ook dekenschrijver van het parochiebestuur? Of niet? Ja, er is. Er heet anders. Oh, dan komt er vandaan. Ja, nogmaals allemaal heel erg bedankt. Ik zou zeggen, de koffie is klaar en we gaan direct een lekker glaasje op drinken. Ik hoop dat jullie de tijd voor nemen en dat we lekker gezellig nog even hier blijven. We hebben verjaardag vieren, want daar waren jullie voor gekomen. Ja. Ja.
Waarschijnlijk bent u ook een van de vele Nederlanders die regelmatig een bezoekje brengt aan het bos. Maar heeft u deze bewoner al eens gezien? Zijn naam is Knoebus en hij woont al jaren in Sparrenrijk. Knoebus leidde hier tot voor kort een vrij rustig leventje. Hij zorgt er steeds voor dat het bos netjes en opgeruimd blijft en houdt altijd een oogje in het zeil. De laatste tijd wordt het echter steeds drukker in het bos, waardoor het voor Knoebus niet meevalt om onopgemerkt te blijven. Tot op heden hebben echter, mede dankzij zijn uiterst effectieve camouflage technieken, nog maar weinig mensen een glimp opgevangen van deze bijzondere bosbewoner. Ook vandaag is het een drukte van belang in het bos. Knoebus is benieuwd naar de oorzaak van deze extra boswandelingen en hij legt daarom zijn oren te luisteren. Er is eigenlijk echt helemaal niks te doen hier, hè? Nee, echt niet. Alleen één keer per maand is in het bunker, maar verder helemaal niks. Twee keer per maand. Ja, oké. Okay. Toch is weinig. Ja, ik vind het ook. Ja, te weinig. Zijn we ook al gezien, hè? Ja. Bos, niks. Maar kijk dat er daar nog iets te doen is. Ja, want ja, hier is niks. We zien dat daar nog iets is. Nee, is in ieder geval niet. Nee. In heel deze omgeving niet. Echt niet, nee. Nee. Waar niet, bochten niet. Wat saai hier. Oh, zou het echt zo erg zijn als deze meute denkt? Zou er echt zo ontzettend weinig te beleven zijn hier in de omgeving? Knoebus besluit zelf op onderzoek uit te gaan. Aangekomen in het centrum van S werpt Knoebus eerst een blik op de plattegrond. Eens kijken waar wat spanning en sensatie te vinden is in het dorp. Hey, er zou een disco hier moeten zijn in de straat. Daar ga ik als eerste kijken. Aha. Hier zou het moeten zijn. De deur zit op slot. Maar er staat toch duidelijk dat er hier een discotheek zou moeten zijn. Het zou wel aan mij liggen. Op naar de volgende. Even later komt onze vriend Knoebus aan bij het eerste trefpunt. Dit levert een dichte deur op. Erg jammer, maar misschien dat hij bij de buurman meer geluk heeft. Helaas, ook de deur van het praathuis is op slot. Volgens de meute is de Pumpke nog de enige kroeg in de omgeving waar iets te beleven valt. Knoebus vestigt dus al zijn hoop op de laatst overgebleven kroeg in S. Pannenkoeken? Hoezo?
Waar zijn de zwaantjes dan gebleven met hun lachende waard? Tja, wat kan er nog meer te beleven zijn hier in het dorp? Zou de meute dan toch gelijk hebben? Er moet iets gebeuren, want als het zo doorgaat, wordt het veel te druk in zijn eigen bos. Zou het Knoepers lukken om nog een oplossing te verzinnen? Zou hij misschien zelf iets kunnen organiseren om wat meer actie in het dorp te krijgen? Kijk volgende week weer naar Van Knoebes tot Knoebelier en zie hoe dit verder gaat. Uw bericht bij Loes op TV. Stuur uw bericht naar loes@sweb.nl of surf naar www.sweb.nl. Heeft u geen internet? Stuur dan een briefje naar de Hulsberg 32 in S.
Hallo beste kijkers, hier zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Steunzender van de Maand. Op deze keer, op deze stralend mooie dag in maart, heb ik een heel mooi bouquet bloemen en een heerlijke taart van bakkerij Geerts uit Biezenmortel. Zoals jullie weten, iedere maand een bos bloemen en een heerlijke taart voor de Steunzender. Ook deze keer gaan we iemand heel erg blij maken, denk ik, met een mooi bouquet bloemen van Marimba. En volgende maand is het de paasmaand. En wat dan allemaal gaat gebeuren, hoort u zo. Ja, en wat gaan we dan de volgende maand doen? De maand april. De maand van Pasen. Dan gaan we weer een heel mooi pakket bloemen weggeven. Maar dan gaan we ook weer samenwerken met Dick van bakkerij Geerts in Biezenmortel. Een paasbrunch organiseren. Ja, dus zoals ik al zei, de volgende maand geen taart, maar heel even iets anders. Want Dick die vond het toch leuk om met Pasen iets anders te doen. Paasbrunch voor een aantal personen. En de paasbrunch die ga ik zelf mee klaarmaken in de bakkerij bij bakkerij Geerts. Dus ik ben benieuwd wat dat moet gaan worden. Maar dan zie ik heel graag de volgende maand sowieso met de bloemen. En dus paasbrunch voor iemand. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, Bert. Jij ook niet? Maar dat is volgende maand. We gaan nu eerst even terug naar deze maand. Je ziet het al, een mooi bekend bloemen van Marimba. En ook een heerlijke taart deze maand. En die gaat deze keer naar de Dorpsstraat. Er woont iemand die sinds kort bestuurslid is geworden van Loes. En het leek ons leuk om daar de bloemen naartoe te brengen. En waar dan de taart naartoe gaat, ja, dat moeten we nog even afwachten. We zullen eens even kijken of er iemand thuis is. Het is super mooi weer, dus ik denk dat ze wel buiten zullen zitten. Gaan we mee. Nou, hier zijn we dan. Aangekomen in de Dorpsstraat. Waar dus de bloemen naartoe gaan. En we staan hier bij nummer 38 bij Jan en Ria Vergerven. En we zullen eens even kijken of er iemand thuis is. Kom maar mee. Ook zij steunen Loes dus door iedere maand bijdrage te geven. En ook zij hebben dus, zijn deze maand uitgesloten voor de bloemen. Dus als u misschien een aanmerking wil komen voor een mooi pakket bloemen, dan bel ons even, zou ik zeggen. 601879. En dan zijn we dan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Dag Jan. Kijk eens aan. Alsjeblieft. En Ria. Een bloemetje van Loes. Jullie zijn met steeds er van Loes van deze maand. Kijk eens aan. Dat is de eerste keer. Dat wil ik hier meemaken. Prachtig zeg. Ah, alsjeblieft. Ja, want ik heb ook gehoord dat er een collega was. Jan was bestuursleed van Loes. Ja, dat klopt nog. Ja. Nou, wat heeft u toegezet om dat gaan te doen? Het heeft mij ertoe gezet om dat te gaan doen. Nou, ten eerste dat ik zat er al een warm hart op draag. Ook meegemaakt heb hoe het destijds in feite ontstaan is. Ja. Dus ik was eigenlijk ook wel een beetje verheugd als ik dan vraag. En zodoende. Dus we zullen proberen om daar ook iets moois van te maken. Ja. Nou, ja. Dat doen we ons best voor, hè? Ja. Toch? Jazeker, zonder meer. Nou, de bloemen die zijn van jullie. Dankjewel. En dan heb ik nog een heerlijke taart van bakkerij Geert in Biezenmortel. De tekst die kon er niet op, want die was te hoog. Huh? Maar ja, die mogen jullie niemand weggeven. Oh. Okay. Hebben jullie erover nagedacht? Nou, ik heb wel over nagedacht. Ik weet ook wel iemand, die, of tenminste iemand, dat een echtpaar zelfs. Mijn schoonouders. De schoonouders. Daar gaat hij naartoe. Daar gaat hij naartoe. En er is ook wel een reden voor, denk ik. Dus er zijn diverse redenen om dat natuurlijk aan te geven. Ja. Nou ja, de schoonouders heb je niet voor het kiezen. Werkelijk. Die krijg je, erbij. Maar als ik ze had mogen kiezen, dan zouden het dan wel deze twee zijn, denk ik. Nou, dus... dat is die heel gastvrij. En dat ook heel bescheiden zijn. En altijd. En iedereen, denk ik, dat uiteraard inderdaad terzijde staan. Ja. Dus wat dat betreft vind ik dat ze dat zeer zeker verdiend hebben. Heel erg minder. Dat denk ik ook. Ze zijn er wel liefhebbers van. Zouden ze thuis zijn? Zijn? Dan mogen jullie zelf aan gaan bieden. Oh, ja, dan gaan we. Ja? Nou, dan doen we even. En dan zien jullie zo, dat is goed. Ja. Dan gaat de soldaten toe, naar de schoonouders. We zullen eens even kijken of er iemand thuis is, want dat weten we natuurlijk nooit. Wel weer, denk ik, een hele goede bestemming voor de taart deze keer. Nou, hier zijn we dan op de Willy Broddesweg bij Marinus en Betsy Bergman. En daar gaat de taart van bakkerij Geerts naartoe. We zullen even kijken of er iemand thuis is. Goed. Want dat weten we nooit zeker natuurlijk, hè? Nee. Nummer 33. Ja. Hmm.
toe is thuis, dus waarschijnlijk zijn ze er al. Als steenzender van Loes van deze maand. Oh. En ik weet niet of je ooit naar het programma kijkt. Altijd. Altijd? Ja, dan weten we ook dat er een heerlijke taart bij hoort. Ja, nou. En die hebben zij in haar handen. En die gaan ze even vertellen waarom dat we hier zijn. Ik zal een beetje lager houden dan spieren. Daarom hadden jullie zo'n haast. Daarom hadden we. Ja. Ja. Mooi. Nou zeg. Een taart. En die mogen wij aanbieden. En we hebben er niet zo lang over na hoeven te denken. Nee, toch. Ik vond althans dat mijn schoonouders die echt wel verdiend hebben. Oh, dat vind ik dat leuk. En dat betekent, ja, feiten, ja, schoonouders, ik heb het al een keertje gezegd, schoonouders die heb je niet voor kiezen. Nee. Die kwijken erbij. Maar als ik ze had mogen kiezen, had ik zelf de schoonouders gekozen. Oh, vandaar. Nou. En ja, in ieder geval, ja, de gastvrijheid, de bescheidenheid, denk ik, die daarbij ja, toch wel op boek Engels spreekt en die ik wel zal herkennen. En tegelijkertijd ook, ja, zowel. Betsy als ook Marinus, ja. Schoonvader, schoonmoeder en schoonvader. In ieder geval, ja, altijd staan je iedereen met raad en daad bij. En er mag wel een presentje voor komen. Voor hem is een ontroerd van. Taart van Geerts. Dus ja, een hele mooie. Nou, het ziet er heerlijk uit. Hij heeft al een beetje last van de warmte. Wil jullie een kop koffie meedrinken en een stukje ervan hebben? Nou, ja. Dat is wel lekker. Nou, dan ga je vast naar binnen. Dan doen we even afsluiten. Oké. Okay. Ja? Ja. Prima. Dan komen we zo, hè? Ik bied hem bij deze aan. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Jij hebt het nu te danken, hè? Ja, bedankt. Ja, toch? Oké. Okay. Kom zo, hè. Jo. Nou, dit was dan weer een aflevering van de Steunzender van de Maand. En u weet het, ook zeker de volgende maand kijken naar de Steunzender van de Maand. Want dan gaan we een pakket bloemen weggeven. En zoals je het net verteld hebt, een heerlijke paasbrunch. In samenwerking met Dick van Bakkerij Geerts. Dus vergeet niet te kijken. Ik wens je nog een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens. Bye.
Goedenavond, kijkers van Loes. U ziet dat na de laatste filmbeelden die we van het tennispaviljoen uitgezonden hebben, de omvang van het gebouw drastisch is veranderd. We zijn ook weer bijna 2 maanden verder. En in die 2 maanden is er ontzettend veel gebeurd. Zowel door Hoogheuvel, de bouwonderneming, de installateur, als zijnde de zelfwerkzaamheid van de Ochelvorsen. En de Ochelvorsen in de vorm van de deelnemers van Dochelen, die elke week, elke dag aanwezig waren om toch het paviljoen zo snel mogelijk gereed te krijgen. U kijkt nu vanaf de tennisbaan 1 richting het paviljoen. En u kijkt eigenlijk zo meteen de kantine in, die dus van de buitenkant met een glazen pui en een glazen schuifpui is voorzien. En van binnen zover is dat aanstaande maandag, de tweede, laatste helft van februari, voorzien wordt van tegels en nu de vloerverwarming alleen zichtbaar is. Vervolgens lopen we hier de vergaderzaal in, de vergaderzaal met een mooie lichtkoepel daarboven. En in de hoek zie je de meterkast, waar zo meteen een kast komt voor de meterkastgedeelte, maar ook een kast komt voor een pc-sturing, opslagruimte voor archief enzovoort. U ziet dat de bedrading enzovoort nog een puinhoop is, maar als we weer 14 dagen verder zijn, zijn al die bedradingen netjes geordend. De volgende ruimte die we binnenlopen is de entree richting keuken. In de keuken komt in de eerste helft van maart een nieuwe roestvoorzale keuken. Vervolgens kunt u in de koelcel kijken waar we de wanden aan het plaatsen zijn. Dat worden paneelwanden om de isolatiewaarde van die ruimte optimaal te krijgen, waardoor dat energie die verbruikt wordt te minimaliseren. En tenslotte in deze hoek lopen we nog de bijkeuken in, waar de centrale verwarming komt met de boiler voor de douche en voor het warm water in de keuken. Gaan we via het winterportaal, waar u ziet dat de tegels al gelegd zijn en waar we in de wintermaanden zowel de senioren maar ook de mensen zichzelf af kunnen hangen wat betreft de bedjes, om te weten welke deelnemers op welke baan aan het tennissen zijn. In de toiletruimtes, dames en heren toiletruimtes, met voldoende sanitaire ruimtes die noodzakelijk zijn voor het aantal deelnemers die de vereniging ter beschikking heeft. En tenslotte, als laatste, zijn de doucheruimtes. Die in elk 3 doucheruimtes aanwezig zijn met betegelde, blauwe betegelde wanden en witte betegelde wanden in de kleedruimtes. De werkzaamheden die zaterdag en door de week uitgevoerd werden, werden zaterdags vooral nog een keertje opgeluisterd door de dames die rond het middaguur maaltijden verzorgen. En je ziet dus dat met zelfwerkzaamheid en met vrijwilligers een gigantische klus geklaard kan worden in een toch vrij beperkt tijdbestek. Dus je kunt zien dat het niet allemaal om het geld hoeft te draaien, maar ook gewoon met het enthousiasme van diverse leden van een vereniging kun je toch een gigantisch paviljoen in een vrij kort tijdbestek netjes overeind zetten.
Nou, u ging maar even het woord neemt. Marinus, het zal weinig voorgekomen zijn dat jij officieel toegesproken bent bij je verjaardag, denk ik. Maar dit keer zal het toch gebeuren. Ik merkte een beetje aan je reactie dat je verbaasd was over ineens zoveel bezoek tegelijkertijd. Maar dat bezoek heeft, zoals je nu misschien wel een beetje zult gaan vermoeden, toch een bepaalde reden. Het is namelijk ongeveer een jaar geleden nu dat jij afscheid hebt genomen van het parochiebestuur, nadat je voor die tijd, 8 lange jaren, heel erg je ingezet hebt als vicevoorzitter van het parochiebestuur, misschien in het begin nog als bestuurslid, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat allemaal was, maar in elk geval, ik heb jou altijd meegemaakt als vicevoorzitter van het parochiebestuur. Maar je bent al veel langer dan ik in S, ben jij in S actief op alle mogelijke manieren. En zeer zeker ook voor de Sint-Willibrordus-parochie. Iedereen die in het parochiebestuur of de parochievergadering zit of gezeten heeft, die kan daar volop ook getuigenis over afleggen. Want denk alleen maar bijvoorbeeld aan het agendapunt mededeling in het verleden. Dan pakte Marinus altijd een zeer uitvoerige lijst, pakte hij. En daar vermeldde hij dan, nou toch maar een klein deel van de activiteiten van de afgelopen maand. En het viel mij altijd op, dat het altijd enorm veel was. Wat jij allemaal zo tussendoor allemaal regelde voor de parochie en ook op een uitstekende manier regelde. En B, viel het mij altijd op dat er altijd heel gemakkelijk op alle mogelijke manieren een beroep op jou werd gedaan. En dat jij altijd bent opgetreden, ook als echt een vertrouwenspersoon namens de parochie. Het waren toch vaak helemaal geen gemakkelijke kwesties die je moest oplossen. Je hebt dat altijd gedaan, je hebt het ook met hart en ziel gedaan. En ja, wij vinden eigenlijk dat je heel erg succesvol bent opgetreden altijd als voorzitter van het parochiebestuur. Verder speelden er ook allerlei andere zaken nog een rol. Zaken die ook niet eenvoudig waren, met name ook tegenstellingen van kerkpolitieke aard die wel eens een rol speelden en zo. En daar heb je toch altijd op een hele tactische manier een oplossing voor proberen te vinden. Waar ook best periodes bij, dat kunnen we denk ik ook heel eerlijk zeggen, die helemaal niet makkelijk waren. Integendeel zelfs zeer moeilijk voor jou op alle mogelijke manieren. Maar wat ik in jou prijs, dat is dat je ondanks dat, en dat doen wij uiteraard allemaal, dat je ondanks dat alles toch altijd heel erg trouw op je post bent gebleven. En dat je altijd toch steeds doorgegaan bent, indachtig het woord uit de evangelie, hè, wie de hand aan de ploeg slaat, ziet niet om. Je bent altijd heel ijverig en heel druk bezig geweest om hier dus de kerk in Est door middel van het parochiebestuur zo goed mogelijk ook te besturen. Het grote sluitstuk eigenlijk van jouw periode als kerkmeester, zal ik maar zeggen dan, hè, dat was de inrichting van de Mariakapel. Daar heb je ook nog enorm veel voor ingespannen om van die oude en vervallen ruimte onder de toren een keurige Mariakapel te maken. Je bent er ook op alle mogelijke manieren mee bezig geweest om daar fondsen voor te verwerven. En ja, we hebben op het moment een prachtige Maria-ruimte onder de toren, ja, waar we als S-parochie heel erg trots op mogen zijn. Ten meer ook omdat in heel veel parochies altijd de deur dicht is. En in S, daar kunnen mensen altijd overdag terecht in die Maria-kapel om daar te bidden. En met hun zorgen en vragen en hun blijdschap en hun verdriet toch altijd terecht te kunnen bij Maria. Er zijn ook allerlei andere activiteiten die door jou ondernomen zijn. En ik wil daarvan eigenlijk vooral ook noemen de werkgroep Avondwaken. Die heb je, geloof ik, als ik het wel heb, in S ook mee opgezet. Maar je had al een hoop ervaring daarin, omdat je daar in Vught-Zuid van tevoren ook je heel erg voor ingezet hebt. En aan jouw periode als zeer betrokken en actieve parochiaan in S is dus ook heel uitdrukkelijk nog een lange periode vooraf gegaan waarin je je ook ingezet hebt, ook ondanks je drukke werkzaamheden toen door middel van je werk, voor de parochie Vught-Zuid. Ik ben eigenlijk ik sta er eigenlijk een beetje krap in heel die tijd die jij je ingezet hebt. Iemand die daar veel uitvoeriger van op de hoogte is, dat is pastoor Smulders. En die had dat graag ook allemaal nog wat uitvoeriger uit de doeken gedaan. En hij heeft beloofd dat hij dat strakjes ook zal komen doen. Maar hij kon op dit tijdstip nog niet aanwezig zijn, omdat hij de mis moest doen in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Zoals hij dat zelf altijd zo plechtig zegt. Maar hij zal straks nog wel het zijne aan dit verhaal verder toevoegen. Ik wou het niet te lang maken, Marinus. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
Maar verder vinden we dat we jou toch ook met iets heel anders mogen feliciteren. Met heel jouw betrokkenheid en je enorme inzet voor de parochie hier in Es. En in de tijd daarvoor, zoals ik al zei, voor Vught Zuid. En op grond daarvan mogen we vanavond zeggen dat het zijne heiligheid paus Johannes Paulus II behaagd heeft om jou te onderscheiden met de eremedaille Pro Ecclesia et Pontificie. En ik speld hem altijd scheef op, zeggen de mensen. Daarom wil ik Kobi vragen of ze nu deze onderscheiding bij jou op wil spelden. Ja, dan moet je eerst wel eventjes goed doen. Hè? Aan welke kant moet je zitten? Welke kant? Ja, zo aan die kant. Ja. Links. Sorry? Ja, dat is de goede kant. Goede kant. Op het hart. Ja, op het hart. Ja. Hoort er zich ook nog eens bij die proficiat. Dankjewel. Zullen we nog even een bijbel horen? Er hoort namelijk niets bij, want ja, iedereen kan wel zeggen dat hij van hem is. Dus, hier staat het dan ook officieel. Kijk, op. Even maar eens kijken. Ja. Zo. Ja, ik ben natuurlijk aangenaam verrast eigenlijk. Ik heb op zo'n verjaardag heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt eigenlijk. Het is heel apart. Het is getuigd toch van jullie. Ik ben er eigenlijk, moet ik zeggen, heel blij mee. Het getuigd van jullie dat jullie mijn werk gewaardeerd hebben. En dat vind ik, dat is natuurlijk toch, streelt de mensen een beetje, hè, dat jullie het werk gewaardeerd hebben wat ik heb mogen en kunnen doen. Ik heb het altijd mogen en kunnen doen, omdat Kobi die stond er al veel meer achter, dus ik heb daar al mijn tijd in mogen spenderen, omdat Kobi er altijd achter stond. En dat stimuleert natuurlijk ook. Ik heb nogal eens een keer bij allerlei gelegenheden in de kerk het woord mogen voeren, maar dan had ik me een beetje voorbereid en nu is het toch een beetje moeilijker om dat te doen allemaal. Ik vind het geweldig. Ik zal hem bij gelegenheid, als het voorkomt, zal ik hem met trots en eer zal ik hem dragen. Ik vind het fijn. Ik kan u zeggen. Allemaal, ik weet niet naar wie ik moet kijken, maar het parochiebestuur, de kerk van Es, de parochie van Es, bedankt. En ik zeg al, laatst was ik bezig voor de parochie om de kerkbalans overal weer rond te brengen en zo. En zo zullen er nog wel eens meer van die dingen komen, dat ik toch op de achtergrond, toch links en rechts kan meedoen. Allemaal heel erg bedankt. Ook allemaal de familie en alle kennissen. Bedankt dat jullie allemaal aanwezig waren. Parochiebestuur bijzonder. Ik weet niet van wie ik eigenlijk moet aankijken. Waar het eigenlijk precies vandaan komt. Ik denk een beetje helikopter allemaal. Dat was vooral bij. Ik kon zelf niet. Ik was natuurlijk geweldig overweldigd. Er komen ineens twee pastoors binnen. Er komen twee dekens komen er binnen. De deken van Boksel, de dekenschrijver van het Gilde. Twee dekens komen er binnen. Ben er nog ook dekenschrijver van het Prokkenbestuur, of niet? Ja, er is. Er heet anders. Oh, dan komt er vandaan. Nogmaals, allemaal heel erg bedankt. Ik zou zeggen, de koffie is klaar en we gaan direct een lekker glaasje op drinken. Ik hoop dat jullie de tijd voor nemen en dat we lekker gezellig nog even hier blijven. Een verjaardag vieren, want daar waren jullie voor gekomen. Ja.